Wat ik heel opvallend vind, gisteren liep ik gewoon op straat. En ik werd aangesproken op het feit of ik wist dat jij wel of niet cocaïne gebruikte. Mm. Toen dacht ik, mijn hemel. Door een vreemd iemand. Door een vreemd iemand. Ja. Maar ik voel het. Ik voel het op straat, ik voel het op schoolplein. Ik voel het overal. Al in 2 dagen tijd. Het voelt ook heel naar en smetterig, viezerig. Terwijl, ik heb niks gedaan. Er is niks aan de hand. Dat is het gevaar. Dat is wat er met dit soort roddels gebeurt. Dat het gewoon aan je kan blijven kleven. Nou, is er een schadevergoeding uitgekomen? Je bent in het gelijk gesteld dat Quote dit niet zo had mogen en kunnen opschrijven. De schadevergoeding is uiteindelijk €5.000. Is dat genoegdoening voor jou? Ja, Marco zie ik al reageren. Die denkt van ja. Hè? Ja, weet je, als je. Gaat er niet om, natuurlijk. Nou ja, daar gaat het niet om. Ik vind alleen als je met zoiets heftigs beweert. Dan moet je of met de bewijzen komen of van je mond houden. Dit kan niet. Dat kan gewoon niet. Maar de rechter heeft jou in gelijk gesteld. Heeft Quote ook excuses aangeboden? Ah, wel nee, joh. Die mensen die zeggen op de site... we gaan nu live de zitting in. Geniet mee. Er staat gewoon geniet mee. Heb je het gevoel dat dit een marketingplan was misschien van Quote? Want het blad... Het is eerst 100% zeker. Waarom zouden ze dit anders doen? Tuurlijk. De volgende dag kwam het blad uit. Dus tuurlijk, dit gaat alleen maar, zij calculeren in. En dat is, daar heb je een punt. Zij calculeren in, oké, €5.000, max €10.000. Wat kost een reclamecampagne om het blad onder de aandacht te brengen? Het tienvoudige. Kost veel meer geld. Dus we doen het zo. Ze calculeren het gewoon om, jongens. Ze lachen erom. Echt, het boeit ze niet. Maar schaadt het niet hun imago nu ze in het ongelijk zijn gesteld? Ik hoop het alleen maar.